Deze week in Via Cultura Weekend Magazine. John Peters over verborgen parels. En aangeschoven is John Peters. Hoi. Welkom. Jij bent volgens mij met een heel interessant project gestart of bezig. Heeft te maken met Dordrecht 800, begrijp ik. Ja, wij zijn in opdracht van het platform tegen armoede de werksteden. Zijn we begonnen met een project, de Verborgen Parel. Daarin willen we mensen die iets voor anderen betekenen, maar daar nooit aandacht voor krijgen, onder het voetlicht brengen. Ja, dat lijkt me een hele mooie gedachte. Platform tegen armoede noemde je even als de opdrachtgever. Wat doet dat platform precies? Dat is eigenlijk vraag 1. En waarom komt deze opdracht dan tot stand? Ja, Platform tegen armoede, dat is een samenwerksverband van organisaties, wel kleine organisaties die met vrijwilligers werken, die samen een visie ontwikkelen en advies geven aan de gemeenten in de regio, want het is Drechtsteden. Er zit onder andere Humanitas in, de Voedselbank, de Buitenwacht. Er zitten ook een paar politieke partijen in aan de linkse kant van het spectrum. Mm-hmm. En samen reageren zij op van alles en nog wat met armoede te maken heeft. Ik vind dat het een geweldig forum is dat ook steeds meer invloed krijgt. Ja. Toen Dordrecht 800, toen Stad 800 met de vraag kwam, kun je iets bedenken, vond Platform het heel goed om eens een keer de gewone man aandacht te geven. Ja. Het zijn altijd dezelfde mensen die aandacht krijgen. Het zijn altijd dezelfde mensen die overal te zien zijn en die hun verhaal vertellen. Maar de gewone man, die krijgt niet zoveel aandacht. Ja. Nou, dat idee vond ik geweldig, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En aandacht voor de gewone man, even ook in relatie tot dat platform tegen armoede. Is er veel sprake van armoede überhaupt in Dordrecht en in de Drechtsteden? Vraag mij geen cijfers, maar ja, het is best veel. Het is best veel. Armoede is iets wat je niet ziet. Armoede is iets waar mensen niet mee te koop lopen. En armoede heeft vele aspecten. Het is niet alleen het geld, maar het is ook geestelijke armoede, eenzaamheid. En al die factoren bij elkaar maken het een cultureel gegeven eigenlijk. Ja. En ja, je ziet het niet. Dus is een van de bedoelingen van Verborgen Parels ook dat je toch die aspecten ook zichtbaar gaat maken? Nou, het is eigenlijk nooit de bedoeling geweest om het op armoede te richten. Maar we merken nu we een draaiweek hebben gehad, dat al die mensen hun eigen verhaal hebben. Mm-hmm. Iedereen die je voor de camera krijgt, en dat is volledig spontaan, we spreken mensen op straat aan, vertellen op een gegeven moment hele persoonlijke dingen en dan ontstaat een persoonlijk verhaal. En dat is, dat kan met armoede te maken hebben, dat gaan we zien. Tot nu toe zijn het andere thema's. Het thema wat we zien is eenzaamheid. Mm-hmm. Het thema wat een paar keer terug is gekomen is, wat heeft corona met mij gedaan? Ja. Dus dat soort dingen komen we tegen. Ja. En als ik kijk naar eenzaamheid, want de gemeente Dordrecht heeft volgens mij ook een uitgebreid programma gelanceerd om te strijden tegen eenzaamheid. Peter Heikoop is daar vol mee in de weer gegaan. Wat kom je op dat vlak tegen? En hoe heeft corona, dat is natuurlijk toch een hele moeilijke periode geweest, hoe heeft corona daar invloed op gehad? Kun je daar wat over vertellen? Nou, we hebben met één mevrouw gesproken en zij is actief als vrijwilligster in een zorgcomplex. Organiseert daar een koffieochtend. En zoals zij dat vertelt, zijn de mensen echt vereenzaamd in haar zorgcomplex. 130 woningen. Mm-hmm. Mensen die nauwelijks nog door de gangen bewegen. Mensen die niet meer op gezamenlijke ruimtes komen. En de vroeg ik van, ja, wat doen ze dan tegen in eenzaamheid? Toen zei ze, zorg inkopen. Ik denk, ja, zorg inkopen, dat is natuurlijk niet iets tegen eenzaamheid. Nee. Dat is om je lichaam te verzorgen, om te zorgen dat je eten hebt en je huis schoon is. Maar dat was wel de manier om te gaan met eenzaamheid, want voor de rest kwam er niemand. Dat is eigenlijk, ja, verschrikkelijk. Ja, en ga je dan, want je praat met zo'n mevrouw die dan zo'n koffieochtend organiseert.
proberen jullie dan ook om die laag dieper te komen en iemand die bezoek brengt aan die koffieochtend om daar ook dat gesprek mee te zoeken? Nou, tot nu toe is het, bij ons gaat het om de parels, de mensen zelf, de mensen die we aan de camera krijgen. Het is een zoektocht, die persoon vinden we en daar gaan we iets mee doen. We gaan het verhaal niet te veel uitdiepen. We zitten te denken van, kunnen we voor die mensen nog iets betekenen uiteindelijk? Dat moet het verhaal van het programma moet vorm gaan krijgen en dat kan daarin vorm krijgen. Wat we wel willen doen, en dat is van het begin af aan het idee geweest, het is niet alleen mensen onder het voetlicht brengen, we willen iets speciaals betekenen. Als platform hebben we gedacht van, wat kunnen we nou ook met name voor corona betekenen voor de gemeenschap? En ons doel is eigenlijk dat we een bus bij elkaar krijgen met giften. Misschien heeft wel iemand een oude bus staan. Die bus verbouwen tot een soort buurtbus. Daarmee door de wijken gaan rijden. Beschikbaar stellen aan alle organisaties die iets willen doen op het gebied van activiteiten organiseren. En een broedplaats worden van sociale initiatieven. Dat is uiteindelijk het doel wat we nog erbij hebben. Ja. Want we vinden als je zo als platform zoiets doet, is het niet alleen maar puur iemand in beeld brengen. Er moet ook meer gedachten achter zitten. Maar de beelden zelf, de verhalen zelf die we vertellen van de mensen, zijn niet gericht om daar dieper op in te gaan. Dat is niet de bedoeling. Okay. Uiteindelijk hopen we dat er een community uitkomt waarin we voor elkaar gaan zorgen. Ja. Maar dat gaan we zien. Dus heel de wereld bouwt op dit moment aan communities, denk ik wel. Ja. Dus tegelijkertijd lijkt me dat heel erg lastig. Je zei al van we gaan de wijken in en het gaat ook om een spontane ontmoeting. Dus je probeert ze min of meer bij toeval te vinden. Ja. Regisseer je dat toeval niet toch een beetje stiekem? Nou, het gekke wel, de eerste drie mensen die wij aanspraken op de eerste draaidag hadden alle drie een verhaal. Ik had van tevoren gedacht, we gaan naar iemand toe en die zegt van ja, ik ken wel iemand en die neemt ons naar de volgende. Maar de eerste drie hadden een verhaal. En echt een sterk verhaal. En ik dacht, na afloop dacht ik ook, is iedereen in Nederland nou vrijwilliger? Doet iedereen iets voor een ander? Ja, blijkbaar zitten we daar heel dichtbij. Iedereen doet wel iets voor een ander. Nederland is volgens mij wel een land met een hoge mate van vrijwillige inzet en betrokkenheid op die samenleving. Het lijkt er wel op. Je gaat de wijken in, de draaidag die je gehad hebt, welke wijk hebben jullie bezocht toen? We hebben Sterrenburg bezocht. En het enige stukje regie wat wij bedacht hadden is van tevoren, we gaan naar het buurtcentrum, we gaan naar de theetuin en we gaan naar de Jumbo. En dat was het hele scenario. En daar zijn we mensen gaan. Eigenlijk gewoon een paar vindplekken in die wijk waarvan je denkt, daar komt die ontmoeting tot stand. Ja, en nou mijn eerste gedachte is, misschien moeten we als naar een plek gaan waar we niemand verwachten. Dus, en die vrijheid hebben we. We kunnen er maar van maken wat we willen. Dus je kunt een keer midden in de biesbos gaan staan. Nou, misschien moeten we dat wel doen. Ja. Hoeveel draaidagen gaan jullie maken? Hoeveel verborgen parels gaan jullie in beeld brengen? Nou, we gaan acht dagen draaien. En per keer hopen wij drie mensen tegen te komen. Ja, je weet het niet. Het kan er ook één zijn, het kunnen er twee zijn, het kunnen er ook vijf zijn. Maar het is afhankelijk van het verhaal dat mensen te vertellen hebben, of het interessant is, of je blijft doordraaien natuurlijk. Ja. Dus dit is niet live, dus jullie monteren het uiteindelijk af? Ja. Ja, en we monteren het af we hadden een bepaald idee in het hoofd om juist die zoektocht door de wijk als thema te pakken. En nou merken we eigenlijk dat de verhalen die de mensen vertellen, die zijn het belangrijkste. Dus we gaan die verhalen van de mensen juist in beeld brengen. Mm-hmm. Dus we krijgen 24 of 25 of 26 losse verhaaltjes. En uiteindelijk willen we die verhaaltjes wel bundelen in een film. Mm-hmm. Of een film of een verslag. En dat ziet eruit dat we die in december in de movies gaan draaien. Ook de portretten komen wekelijks als in het voorprogramma van de films en de movies. Dus in plaats van de reclames die mensen normaal te zien krijgen voor aanvang van de film waarvoor ze komen, kunnen ze nu ook een leuk portret ineens van een dortenaar tegenkomen. Ze krijgen interessante verhalen van de normale man, ja. Of vrouw. Dat is wel een heel mooi gegeven eigenlijk. Ja, geweldig. Als je daar nou een film van gaat maken, bedoel, als je al die verhalen hebt,
Vraagt dat nou nog heel veel werk, monteren, regie, nadenken over hoe je dan de verhalen gaat koppelen? Ja, nou, het was voor mij sowieso, ik ben pas 2 weken in de mediawereld, zeg maar. Mm-hmm. Ik doe hele andere dingen, ik kom uit welzijn. Mijn hobby is muziek en kunst en dit is iets wat ik nog niet gedaan had. En ik krijg een soort spoedcursus. Ja. Hoe maken we dit? Gelukkig hebben we een geweldig team bij Via Cultura, waarmee ik samen mag werken. En de bezoeken van wat past nou, wat komen we tegen? En dan moet je nadenken, wat betekent dat voor het concept? Ik vind het geweldig interessant. Dus ik leer heel snel, we maken er wat heel moois van. En als we een film gaan maken, krijgen we dezelfde problemen. Hoe gaan we dit nou vertellen in een verhaal? Ja. Want we hebben misschien zoveel informatie, maar misschien moeten we dan juist op het verhaal van het proces terugkomen. Ik weet het nog niet, ik denk er al over na. Dus we hebben nog een tijdje om erover na te denken. Op het moment dat we uitgefilmd zijn, dat is op 5 november. Mm-hmm. Dan hebben we de week daarna nog, dan worden de laatste portretjes worden gepubliceerd. En daarom hebben we een maand om de film te maken. Het wordt heel spannend. Maand klinkt als uitgebreide tijd, maar dat is niet zo. Ja, een maand om te monteren is helemaal niets. Ja, het is echt, ik merk het al. Van tevoren dachten we van, nou, dat monteren, dat doen we wel een dag. Nou, dat doe je dus niet in een dag. Dat is echt een heel proces. Ja. Ja, en wanneer is jullie volgende draaidag? Waar ga je naartoe? We gaan volgende week woensdag, en dat is de 15e, meen ik. En dan gaan we naar Dubbeldam. Ik dacht Dubbeldam, ja. En er staat meer informatie hierover op via 078.nl. En op platformtegenarmoede.nl. Daar staat ook meer informatie. We willen ook graag dat mensen in ons gaan reageren. Dus dat ze contact met ons opnemen. Dus reageer alsjeblieft op wat je ervan vindt. Mm-hmm. Hè, op onze programma's. Ja. En dat nemen we dan ook mee. En jullie gaan met een redelijk opvallend karretje die wijk in. Dus je valt wel op. Ja, we hadden dat als gimmick bedacht. De gemeente heeft voor Dordrecht 800 een toektoek aangeschaft. In ieder geval, en dat ding is heel opvallend. Dat duidelijk dat het over 800 jaar Dordrecht gaat. Maar wij dachten ook, dat past heel erg bij een safari. Want het is een wijksafari die we doen. Mm-hmm. En dat is een toektoek. En het is echt een safari, want dat ding zit geen vering in. En je moet er zit geen fatsoenlijke verlichting in. Het rammelt aan alle kanten. Dus het heeft al een heel erg safari gevoel als je erin zit. Ik begreep dat de accu ook een kwaliteit heeft dat als je naar Sterrenburg gaat, dat je eigen moet overnachten. Ja, nou, blijkbaar wel. Ja. De eerste keer hebben we echt met angst en beven naar de garage teruggereden. Ja. Nou, John, ik vind het prachtig, een prachtig project. Echt heel goed dat er gewone mensen in beeld komen. En volgens mij heeft ieder mens een verhaal. Het is heel mooi dat je er daar dan toch een aantal van gaat uitlichten. Dat bezoekers van de movies gewoon ook echt gaan zien. Dat is, vind ik echt geweldig. Succes met die draaidagen en met het nadenken over hoe je daar dan ook uiteindelijk een film van maakt. Lijkt me heel spannend. Ik kom tegen die tijd graag nog eens buurten om te zien hoe dat lukt en hoe dat gaat. Ja, ik vind het echt een hartstikke bijzonder en een leuk project. Dus heel fijn dat je daarover wilde vertellen hier. En ik begrijp, kijk even naar de regie, dat we even een trailertje gaan zien van Verborgen Parels. Dus mensen, een heel klein voorproefje. Dankjewel, John. Dankjewel.